Kerkstraat in Ozaan. Soms is die erg druk en niet alleen met Ozaaners. Omdat er veel verkeer is rond Ozaan, op de A8, de A7, de A10, tussen Amsterdam, Purmerend en Zaandam, sluipt er veel verkeer door het dorp om die files te ontwijken. In 2019 stelt Ozaan een inrijverbod in bij de Kerkstraat en de Haal. Ozaaners krijgen een ontheffing en ook mensen die in Ozaan werken en andere mensen mogen niet in de spits het dorp in. Het was een besluit van het vorige college, toen nog onder leiding van burgemeester Meerhof. Het functioneert prima. Op de Kerkstraat in Ozaan en ook in andere straten wordt het veel rustiger. Maar toch rijden er elke dag zo'n 20 auto's zonder ontheffing het dorp in. Die krijgen elke keer een boete van €100. In totaal gaat het om opbrengsten van ruim €700.000 per jaar. Er is maar één probleem. De opbrengsten van die boetes komen bij het Rijk terecht, terwijl de kosten voor het cameratoezicht bij Ozaan liggen. Het is eigenlijk een slechte financiële deal voor de gemeente. Ozaan zint op een list. Als ze die boetes nou eens via de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV, gaan innen, dan komen ze bij de gemeente terecht. Maar er is geen enkele gemeente in Nederland die dat durft. Dus de adviezen zijn duidelijk. Breng iedereen op de hoogte en zorg ook dat de officier van justitie het weet. Dan ben je goed ingedekt. Burgemeester Polak slaat dat advies in de wind. Hij zegt alleen tegen de raad dat de gemeente aan het pionieren is en zegt eigenlijk niks over de grote risico's die de gemeente loopt. Ook zegt hij dat de officier van justitie akkoord is, maar ook dat blijkt achteraf niet te kloppen. De raad gaat unaniem akkoord. De verordening wordt in de APV opgenomen en Ozaan hoopt elk jaar ruim €500.000 op deze manier binnen te halen. In juni 2024 loopt alles in de soep. De rechtbank in Den Haag vernietigt de regeling van Ozaan. Het inrijverbod moet gewoon via de Wegenverkeerswet worden geregeld en kan niet via de APV. En het wordt nog erger. Als de orkaan vraagt om die juridische adviezen en om het akkoord met de officier van justitie, blijken die er helemaal niet te zijn. In ieder geval, het akkoord met de officier van justitie is er niet en al die adviezen, daar is het grootste gedeelte van verdwenen. En bovendien, degenen die boven water zijn gekomen, maken duidelijk dat die adviezen ook nog voor een groot gedeelte negatief zijn. BMW zegt sorry. Ze hebben de raad onjuist geïnformeerd en de dossiervorming is heel gebrekkig. Maar ze moeten wel op het matje komen om dat allemaal nog eens goed uit te leggen.